Tijdens het Achterhoeks verkiezingsdebat gaan kandidaatkamerleden van 7 politieke partijen met elkaar in debat over 3 belangrijke thema's voor de Achterhoek. Namelijk leefbaarheid, smart werken en bereikbaarheid. In deze uitzending gaan de kandidaatkamerleden met elkaar in debat over het thema bereikbaarheid aan de hand van de volgende stelling. Dit is nou weer zo'n simpel bereikbaarheidsoplossingsdingetje. Kunnen we hier even gewoon nu een deal over maken dat dat gaat gebeuren? Nee. Nee. Ik ben in zoverre een beetje vergelijken met meneer Omtzigt hier. Ik vind als je beloftes doet, dan moet die ook in je berekeningen zitten. En de SP investeert niet grootschalig in asfalt. Dus ik ga niet zeggen, met ons gaat deze weg komen. Want dan doe ik een belofte die ik misschien niet waar kan maken. Ik ga wel zeggen, die dubbele spoor tussen Winterswijk en Arnhem. Ja, daar trekken wij geld voor uit. En dat is belangrijk dat die er komt. Het is inderdaad een van de drukste regionale. Dus dat is een keuze die wij maken. Wat er nu gebeurt met de N18 is vooral om veiligheidsredenen gebeurd. Dat is heel belangrijk, dat we veiligheidsproblemen weghalen. Het is ook wel fijn dat er niet een weg dwars door Eiberg blijft gaan. Ja, dat vind ik een voordeel. Zeker. Maar deze laatste stap, ik vind dat ik te ver ga als ik zeg, dit gaan wij voor u regelen. Dus dat ga ik niet doen. Maar nou even, we hebben het over een van de belangrijkste. Nou, het is gewoon een essentiële ontsluitingsroute vanuit dit gebied sowieso naar Twente toe, maar daarmee ook naar Duitsland toe. En daarvan zegt u, ja, je sukkelt maar gewoon lekker door op dat karrenspoor. Nee, dat is dus uw keuze. Nee, dat zeg ik. Nou, de prioriteit ligt bij ons bij het spoor. Ja. Dat is mijn keuze. Maar u bent toch niet GroenLinks? Halen we nou 2 partijen door elkaar? Nou, we zijn heel erg de partij van het openbaar vervoer. En ik rij zelf ook elke dag over enkel spoor. Dus ik weet heel goed hoe het is tussen Zwolle en Almelo. Wordt geëlektrificeerd. Maar ik vind, je moet... moet als je een belofte doet als politieke partij, moet je daar voorzichtig mee zijn. U zegt, ik kan hem niet maken. Oké, Nico Drost. Als je op de kaart kijkt, dan valt je op dat je tussen Arnhem en Enschede zeg maar een stukje mist, lijkt het wel. Hè? De N18 stopt op een stukje. Moment. Ja, nou, een stukje. Een stuk, ja, met u eens. En weet u wel hoe dat al die verkeerslichten ook de hele tijd op rood staan op een of andere manier? Oh, ja. Je wordt gek. Ja, zo werkt dat, ja. Hij zit er nog bij te lachen ook. Ja, ik hoef er niet iedere dag overheen, dat ben ik met u eens. Kijk. Nee, maar ik ga wel wat zeggen wat helpt wellicht. Want dan zeg ik onder andere tegen meneer Ten Broeke. Ja. Stop nou met de hele Randstad voor met asfalt rijden en kijk wat meer naar de regio. Dat is echt wat wij steeds al jarenlang zeggen met elkaar. Kijk naar de verbinding regionaal, daar gebeurt het, daar help je mensen mee, daar help je regio's mee. En daar willen wij wel degelijk investeren. Mm-hmm. Als je naar ons investeringsprogramma kijkt, als het gaat om mobiliteit, blijven wij op nul. Maar wij kiezen voor hele duidelijke verschuivingen in het budget. Dat gaat wegen in de regio en dat gaat over dubbele sporen. En ik voel me wat dat betreft vanavond heel erg thuis bij de stellingen die op het scherm staan. Ant Ten Broeke ook? Ja, Ten Broeke zelf jullie ook. Zijn van het asfalt. Zelfs van het spoor zou je bijna verrast over zijn, maar zelfs van het spoor. Sinds dat geprivatiseerd is. Nou, dat is wel waar, want dan, je haalt net de CPB-berekening aan. Dat doe ik ook met groot genoegen. Want wij komen structureel met 500 miljoen. En ook nog eens een keertje 100 miljoen voor het openbaar vervoer. Daar kan ook het spoor. Dus wij houden de investeringen in het spoor houden we in ieder geval gelijk. Er zijn ook partijen die dat niet kunnen zeggen. Daarom konden we het ook laten doorrekenen door het Centraal Bureau voor de Leefomgeving. Dus u kunt ook precies nagaan wat voor effect dat heeft. Ik geef direct toe, dat heeft niet de meest groene effecten zoals bij een aantal linkse partijen. Maar het heeft wel effect op het spoor, dus die kan ik gewoon hard maken. En als het om de N18 gaat, u vroeg nu om een nieuw deal. Maar ik zit hier ook om verantwoording af te leggen over wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. En hier gold dat zowel Pieter Omtzigt als Sharon Dijksma en ikzelf ons hebben ingespannen om een versnelling mogelijk te maken van de aardige. Dus het simpele feit dat we 30 jaar lang hier discussie over gehad. Heel veel van de vrienden van mijn ouders die wel of niet wisten of ze hun huis konden verkopen omdat ze daarnaast wonen, die hebben nu zekerheid daarover gekregen. Niet altijd even blij daarover natuurlijk, maar die bereikbaarheid heeft daar prioriteit gekregen. Dat is de eerste N-weg in Nederland die onder de infrastructuurwet is gebracht, met dank aan een bondje zoals we dat hier vanavond zouden kunnen sluiten. Moet je wel bereid zijn om er nog eens een keertje in te investeren. Wij zijn dat. Dat moet soms via de salamitactiek, dus dat je pons-ponsgewijs er iets bij doet. Zo is ons dat ook gelukt bij de N35. Dat is ook een echt karrenspoor. Dat loopt overigens van Zwolle naar Almelo. Dus het kan wel, maar dan moet je ook extra geld uittrekken in je CPB-doorrekening. Wij doen dat. Ik probeer en niet alle te begrijpen wat u zegt. Volgens mij zegt u, ja, het is wel oké, maar niet nu voorlopig. Nee, dat zeg ik niet. Ik heb het al gedaan, ook in tijden dat het heel erg moeilijk was. En dat kunnen we nu weer doen. Ja. Maar daar hebben we meer partijen voor nodig. Want ik kan dat niet in mijn eentje. Ik wil meer uitgeven. Maar u zou wel zowel willen. Voor spoor als voor... Dus u bent voor?
Ik ben zeker voor. Okay. Ja, absoluut. Dat okay. Dan gaan we nu de rest erbij fietsen. Wat volgens mij wij met elkaar nodig hebben, is niet overal alles maar super volleggen en net zoals we dat altijd deden. Maar geef ons dan met elkaar de ruimte om op het profiel wat er ligt, de kunstwerken, bruggen, heten dan kunstwerken, maar goed, zijn breed genoeg om het 3 stroken onderdoor te leggen. Wees dan ruim met de regelgeving. Geef dan gebieden, ondernemers, samen met provincie en Rijk de mogelijkheid om daar wat mee te experimenteren. Laat een beetje los van de regels, zodat we met elkaar die slag kunnen maken. En, zou u en dat daar is de Kamer cruciaal in. En dat kwam, de financiering is niet het probleem, hoor ik dat u dat ook zeggen? Volgens mij kan je dit soort dingen bijna alleen maar met elkaar doen. En wij hebben hier de situatie dat ondernemers, ook één die u daar in het filmpje zag, zo van belang vinden dat dat opgepakt wordt, dat zij daar ook in mee willen financieren. Dus regio, provincie en een beetje overheid, rijksoverheid, en dan zijn we er wel. Volgens mij hebben we daar een hele grote club bij elkaar. En lucht in de regels. Helder. Dat je een 3e strook mag aanleggen. En wij zijn het hier gewend, want als ik de grens overga, is het overal. Is er iemand van u die tegen flexibilisering van de regels is om die 3 banen voor elkaar te krijgen? Zijn we het er allemaal over eens? Dus dat gaat u nou ook even voor deze regio regelen? Oh, nou wordt het... Ja. Hans, ik ben er voorstander van, maar ik ben even heel benieuwd naar de impact die dat op verkeersveiligheid heeft. Laat ik gewoon even heel eerlijk... Maar we hebben het toch tussen Zwolle en Kamp ook? Ja. Gaat als een spier? Daar gaat het goed, maar ik wil het wel precies weten of dat goed lukt. En dat zeg ik heel bewust, omdat een aantal N-wegen tot de meest onveilige wegen van Nederland behoort. Okay. En dat hebben we ook heel bewust in ons programma staan. Dan hebben we het over de N36 bijvoorbeeld. De N18 is ook zo'n weg. Ik wil zeker weten, voordat ik iets doe, dat het dan ook werkt. En ik heb ook andere stukken die ik verdrievoudigen wil. Het stukje van Enschede over de N35 dan naar Duitsland toe. Dat is ook, dan gaat het van 2x2 naar 2x1. En in Duitsland gaat het dan weer naar 3 baans. Nou, dat zijn 5 kilometer. Daar zou ik er dan ook maar 3 van maken. Maar daarom zeg ik wil dat wel goed bekeken hebben en dan wil ik daar goed naar kijken of dat helemaal mogelijk helder is. Maar ik hoor nu dat we en het voor de Achterhoek hebben geregeld en dat we Twente er nog even bij pakken. Dus het gaat goed. Hand en broeken. Ah, dit is de Twente-route. Het heet de Twente-route inderdaad. Dus, en dat is ook direct de reden waarom het niet zo handig is om het weer terug de regio's tegen elkaar uit te spelen. Want wat nou als Twente daar net een andere prioriteit legt? Omdat ze precies hetzelfde als wat u voorstelt, waar ik ook een voorstander van ben, bij de N36 ook heel graag willen proberen. Dan dwing je Twente om een keuze te maken. Dan vrees ik dat die keuze wel eens verkeerd voor de Achterhoek zou kunnen uitpakken. Dat moet je niet hebben. Dus je moet ze niet tegen elkaar uitspelen. Je moet dat landelijk houden. Maar weet u, dat vind ik nou ook iets wat de regio zelf met elkaar moet regelen. Ja, maar als je ze dwingt om het om het per regio te doen, dan ontstaan de verkeerde keuze. En dan komt er helemaal niks, kan ik u voorspellen. Dus dit moet je juist met samenwerking deze meneer met zijn warme pleidooi voor de Duitse samenwerking, zou ik maar zeggen, die zegt, pak dan ook dat Duitse stuk er even bij. Ja. Zo was die. Nou, goed. Oké, klaar. Maak het niet ingewikkelder dan het al is. Maar bijvoorbeeld aanbestedingsvoordelen, om die terug te geven. En je kunt ook druk zetten op het uitvoering van het werk. Hier zijn we nu in de uitvoering begonnen. Is dat je aanbestedingsvoordelen die je realiseert, dat je die weer teruggeeft. Dat zou nou zo'n innovatie kunnen zijn, waarbij je toch nog wel wat extraatjes kunt realiseren. Ik constateer met een voorbehoudje veiligheid en een voorbehoudje financiering dat we hier een oprekking van de regelgeving tot stand hebben gebracht die ertoe gaat leiden dat wij een 3-baansweg gaan krijgen in de Achterhoek. Zo goed als zeker ongeveer min of meer. Oké. Nee, want ja, GroenLinks deed mee. En dat is ook heel belangrijk, want het enige wat niet haalbaar is, is dat je van de Achterhoek naar Enschede weer een spoorlijn aanlegt. Ik bedoel, daar zal ook een bus over moeten lopen. En dus zal daar ook gewoon een goed auto-alternatief zijn. Volgens mij worden we hier allemaal gelukkig van. Dit is mooi. We hebben nog iets met spoor. Daarom heb je meer nodig. De bereikbaarheid van jongeren kan ook niet altijd via de auto. Want als je 16 bent, dan mag je nog geen auto rijden. Maar dan moet je al wel naar school toe. Vanuit hier naar Arnhem. Of vanuit Arnhem naar hier. Hier naartoe komen. En daar is ook een goede treinverbinding voor nodig. En dan stap ik nog één keer naar de wethouder Drenthe. Ja, er is al een stukje tussen Zevenaar en Didam. Maar wanneer komt de rest? Nou, dat is precies wat er over gaat. En de directeur van de NS die heeft vorige week daar het een en ander over gezegd, dat steden alleen bereikbaar en kunnen leven met een omliggende gebied wat daar omheen zit. Datzelfde geldt voor de Randstad met de rest van Nederland. En hij pleitte ook voor goede
verbindingen van en naar de steden toe. Het regionale spoornet hoort daarbij. Daar rijdt bij ons overigens niet de NS over, maar Arriva en Breng. Onze vraag is, een regionaal spoor is net zo belangrijk als het hoofdspoor. En daarom moet het Rijk investeren in dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem. Daar wil ik nog een paar dingen bij zeggen. Er wordt op dit moment geïnvesteerd in ons spoor. Dat tussen Zevenaar en Didam dat gebeurt. Daar wordt heel veel bijgedragen vanuit onze provincie. Eén wat ik u voor wil leggen is, als onze provincie bijdraagt in aanleg van wegen en spoor, moet ze ook nog voor 20, 30 jaar het beheer en onderhoud afbetalen. Ondanks dat we dat met elkaar oppakken. Het tweede is, als je een tweede spoor aanlegt, waarom zou je niet voor de regionale treinen die er liggen uitgaan van light rail? Veel goedkoper om aan te leggen, maar dat staat de wet niet toe. Want de spoor is of light rail of zware rail. En de tweede die ernaast ligt mag dan niet light worden uitgevoerd. Terwijl er geen eens een goede trein meer overgaat, maar goed. Die twee vragen hebben wij aan u op basis van, ziet u het regionale net net zo belangrijk als het hoofdspoor? Rob Jette, D66. Ja, bij spoorveiligheid ben ik nooit voor experimenten. Dan moet je het wel gewoon in één keer goed regelen. De ambitie moet volgens mij zijn dat je in allebei de richtingen 4 keer per uur met de trein kan. Gewoon een fatsoenlijke kwartiersdienst tussen Arnhem en Winterswijk. Die aansluiting bij Arnhem die moet echt ongelijkvloers worden, zodat je daar niet meer dat uitschaaleffect krijgt. En ten tweede gaat het echt om de beveiliging van het spoorsysteem. En daar ben ik het met de wethouder eens. SP. Nou, dan wil ik graag pleiten voor blind dubbel spoor aanleggen. Of in ieder geval om te zeggen dat we de middelen daarvoor vrij moeten maken als dat nodig blijkt te zijn. Laat ik het dan zo. Ik wilde geen belofte doen over een weg, omdat we daar gewoon niet de middelen voor hebben uitgetrokken. Ik vind dit is echt een prioriteit voor ons. Dit is trouwens ook een prioriteit voor de SP in de Gelderse Staten. De vraag over light rail. Kijk, ik vind niet dat ik of wij vanuit Den Haag moeten gaan bepalen wat hier de beste optie is. Ik wil daar toch een waarschuwing geven. Rondom Zwolle is een hele tijd heel lang over light rail gepraat en mede daardoor niets gebeurd. Dus soms moet je misschien ook zeggen, het moet snel, laten we iets doen waarvan we weten dat het werkt, voordat we heel erg gaan experimenteren. Maar uiteindelijk is het ook aan de regio. Oké, okay. Wie meer? Mag ik daar toch heel even op reageren? Heel kort. Even voor het beeld. Want, we hebben in Nederland het spoor wat hier ligt, daarvan hebben wij gezegd landelijk, dat is spoor waar ook goederentreinen overheen moeten. En dat betekent dus iets voor de ondergrond, voor de stabiliteit van zo'n spoorbaan. We gaan er echt om tientallen miljoenen die je extra moet investeren, omdat we hier zo'n zware spoorlijn hebben. Als je er dan voor durft te kiezen om te zeggen, dit wordt gewoon light rail, hier gaan geen zware treinen meer overheen rijden. We vinden het als provincie en als regio acceptabel dat daar korte, snelle treintjes rijden in plaats van die grote bakken van de NS. Dan kun je dus met veel minder investeringen die spoorlijn hier opkrikken. Dat is niet experimenteerruimte, dat is gewoon durven kiezen in Den Haag voor een ander soort spoornet in de regio. Ja, GroenLinks. Hier ben ik het natuurlijk van harte mee eens. Kijk, ik vind die discussie over light rail en heavy rail, om te zeggen dat zit een belemmering in de regelgeving. Nee, het is gewoon een keuze. Er is tussen Rotterdam en Hoek van Holland ook een oude lijn gewoon omgekat naar light rail. Dus dat kan gewoon. Daar zit het probleem niet. Het is een kwestie van de keuze en het geld erbij willen leggen. Wat hier optreedt, is dat het Rijk in belangrijke mate wel bereid is geweest om enorm te investeren in het wegennet, maar onvoldoende bereid is geweest om te investeren in het spoornet en een soort idee had dat dat alleen het kernnet zou zijn. De regionale spoorlijnen horen daar gewoon bij. Dit is een belangrijk voorbeeld. Aanleggen die handel, tweesporig, elektrificeren en de keuze light rail of heavy rail. Dat is een die mag van mij gemaakt worden. Gewoon in rationaliteit wat het handigst is op deze plek. Hebben wij hier unanimiteit dat dit moet gaan gebeuren, die stelling? Ja? Ja, ja ik zie knikken. Ja. Nou, we hebben nog wel een probleem als je dat aan mag kaarten. En dat gaat ook wel over het geld. Want als je kijkt naar de investeringsruimte die er is tot aan 2030 voor de aanleg van nieuw spoor, dan is die nul. Al het geld wat nu gereserveerd staat voor spoor is allemaal bedoeld en nodig voor onderhoud, voor het verbeteren van het bestaande spoornetwerk. Als we willen investeren, dan zullen we echt bijvoorbeeld naar meneer Ten Broeke moeten gaan en zeggen, kunnen we daar een beetje ruilen tegen al dat asfalt voor spoor? Want er is op dit moment, tot 2030, geen ruimte voor grote investeringen in het spoor. Ik heb gekozen voor de N18 de afgelopen jaren. Daar zitten we overigens nog altijd op een forse mee-investering van de kant van de provincie. 55%, 45% kom je dan ongeveer in die ratio. Dat is lang niet in elke provincie zo. Kijk eens in Limburg, daar besteedt de provincie maar 1%. Nou, kun je bijna direct nagaan waar een minister van Verkeer een tijdje geleden van vandaan kwam. Maar wie hier extra wil investeren,
Wij kiezen in eerste instantie voor de weg, want daar zit heel veel woon- en werkverkeer op. Dat is essentieel voor de bereikbaarheid van de regio. En we hebben inderdaad ook in ons programma bovenop, zeg maar, het programma wat Meert heet tot 2030, hebben we ook een klein beetje extra voor openbaar vervoer. Maar of dat genoeg het, is, hangt af van de plannen die hier vandaan komen. Maar een stevige cofinanciering vanuit de provincie, zou dat een optie zijn? Ja, dan moet de provincie dat kunnen en willen betalen. Nou, Joost. En, Joost, ze doen hier al heel veel, hè? Op uw, daar ga ik meteen heel eventjes op inhakken. Nou, ik kan daar vast iets over. Ja, precies. Ja. Gedeputeerde Connie Biezen staat naast mij. Kan en wil de provincie dat? Nou, laat ik vooropstellen dat de provincie al heel veel geïnvesteerd heeft. Eigenlijk, mijn collega Jan-Jacob van Dijk heeft eigenlijk aangetoond al wat wij gewoon elke 4 jaar investeren. En dat is in de volle breedte. Maar een groot deel daarvan is investeren in mobiliteit. Dus wij weten wel waar we het voor doen. Maar het is investeren in rijksinfrastructuur. En dat is ook de stelling die daar staat. Investeren in spoor is investeren in rijksinfrastructuur. En ik ben het helemaal met Peter Drent eens. Wij hebben voor het stuk wat wij nu nog moeten gaan aanleggen, het stuk waar nu de provincie een inpassingsplan voor gemaakt heeft. Dat moet nog gaan gebeuren. Daar krijgen we een bijdrage voor van het Rijk. We betalen zelf het meeste daaraan bij. En vervolgens moeten we eigenlijk een stukje van wat het Rijk ons geeft voor dat spoor weer terugbetalen, omdat we inderdaad voor 30 jaar het beheer en onderhoud moeten afkopen. Terwijl de rails niet van ons is. Wij zijn wel verantwoordelijk voor de treinen die erover rijden, maar niet voor het spoor. Dat vind ik, en dat vinden meer regio's of meer provincies die ook regionaal spoor hebben, eigenlijk oneerlijk. En dat is al één ding wat ik hier ook aan de kaak zou willen stellen. En, uw boodschap is duidelijk. Ja. Dank u wel. Goed zo. Ja. Er dreigt een padstelling. Ik voel het aan mijn water. Pieter Omtzigt. Normaal zou ik zeggen, de regio moet inderdaad ook fors bijdragen. Maar laat inderdaad nou net Gelderland 38% bijdragen. Overijssel 20%. En de volgende is Zuid-Holland met 10%. En de rest zit daaronder. Dus deze regio betaalt zeer veel bij aan rijksinfrastructuur. En wat dat betreft hebben jullie zeker ook veel bijgedragen met dat tracébesluit van vandaag. En helemaal als je je achterhoofd houdt dat wij daar vanuit Den Haag dan nog gaan experimenteren met tol. Ja, ik bedoel, die wordt niet opgebracht door mensen die in Groningen wonen. Ik ben bereid om er goed naar te kijken. Ja, het is, en dat zeg ik voor deze verkiezingen, heel belangrijk dat u ook kijkt naar partijen die mensen op de lijst hebben staan die dit gebied kennen. He, dus die uit deze regio komen. Of ze dan uit Haaksbergen komen, uit Arnhem of uit de Achterhoek. Maar als iedereen uit de Randstad komt, dan komt dit een klein beetje uit beeld bij de regionale discussies. Dus kijk daar ook een beetje naar op het moment dat u op 15 maart een hokje invult. Want Gelderland is by far de meest ondervertegenwoordigde provincie. Heeft minder dan de helft van de Kamerleden waar ze QQ, wat bevolkingsaantal, recht op zouden hebben. Je hebt er geen recht op, maar het helpt om de regionale werkelijkheid te kennen. En of dat nou om Duits op scholen gaat, of dat nou om grensarbeiders gaat, of dat nou om spoor gaat, daar is dat gewoon ontzettend belangrijk voor. We hebben de... Heeft de regio vanavond duidelijk gemaakt hoe zij tegen de zaken aankijkt en waar ze u bij nodig heeft? Want dit is een verkiezingsdebat, maar dit is ook een lobbybijeenkomst. Laten we helder zijn, dat is het natuurlijk ook. Nico Drost, reactie daarop? Ik denk dat het echt goed is geweest dat Nederland 4 jaar lang stabiel is geweest. Dus eigenlijk een compliment ook aan PvdA en VVD. Maar wat ik hier proef in de zaal ook vanavond is niet zozeer gelijk antwoorden geven op al die problemen die worden aangedragen, maar structureel kijken naar de Achterhoek. En structureel zeggen wij, kijken naar iedere regio. Dat moet in de genen komen van Den Haag. En dus ik steun eigenlijk ook het pleidooi van meneer Omtzigt. Zorg dat er ook Kamerleden genoeg in Den Haag komen die uit de regio's komen. Want daar gaat het om. Ieder probleem is belangrijk. Maar uiteindelijk moet bij alle besluiten die wij nemen, moeten die regio's in het oog hebben. En daar zou ik voor willen pleiten. Laatste woord, Frank Futselaar. Die meneer daar heeft gezegd, ik heb 40 punten en die moet u uitvoeren. En ik verwacht dat u mij erop aanspreekt dat het niet gebeurt. Ik denk dat dat ook belangrijk is, dat deze regio zich blijft laten horen structureel. Nee, kijk nog naar andere gezichten. Laatste woord.
Volgens mij gaat het vooral, wat ik hier hoor, het gaat vooral gewoon om een goede samenwerking. En dan hoeft het niet dat er al een keer een gigantische sloot geld bij komt. Want volgens mij, hier zit al gigantisch veel innovatie in alles. En het gaat er vooral om dat we het met z'n allen gewoon samen oppakken. En volgens mij vind ik het ook wel heel mooi dat we op heel veel punten ook nog best wel aardig eens zijn. Dus volgens mij gaat het goed komen. Is er wel wat gescoord. Ja. Absoluut. Mag ik applaus? Tot zover de uitzending van het Achterhoeks verkiezingsdebat over het thema bereikbaarheid. Kijk voor meer informatie op regio8.nl.